Welkom allemaal bij de Bali Live, waarin we in ongeveer een kwartier in gesprek gaan over de coronacrisis en over Amsterdam. Ik ben Sarah Toxus en ik ben programmamaker bij de Bali. En vandaag heb ik twee gasten, twee Amsterdammers, die echt met hun voeten in de klei staan. Ingrid Houtenpen, werkzaam bij Stichting Woon, komt op voor Amsterdamse huurdersbelangen. En mijn tweede gast, Karin Arendsen, werkzaam bij Stichting Bootvluchteling, steunt kwetsbare mensen die nu vastzitten in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Met hen praat ik verder over het effect van de coronacrisis op deze twee groepen, huurders en vluchtelingen. Ingrid, even kort om bij jou te beginnen. Jij zit thuis, denk ik. Je bent gezond, woon je fijn? Ja, ik ben gezond, ik woon gelukkig fijn. Het is wel zo dat op dit moment heb ik stijfjes voor de deur staan, want hier gaat het werk aan mijn huis aan de buitenkant gelukkig door. Dus, maar verder gelukkig woon ik er prima en kan ik hier goed werken. Ah, er ligt niks stil qua werkzaamheden. Nee, hier niet, omdat het aan de buitenkant is, dus de mensen hoeven eigenlijk niet binnen te komen. Oké, goed. Dan ga ik ook even kort naar Karin. Welkom. We gaan het zo even verder over Griekenland, maar jij zit daar nu niet. Je zit in Amsterdam. Ik denk dat je thuis zit. Wanneer ben jij teruggekomen? Ja, ik ben vorige week donderdag teruggekomen van Lesbos. Oké, en het lijkt me best gek om vanuit zo'n omgeving van een vluchtelingenkamp opeens weer in het stille Amsterdam te zijn. Klopt, ja, zeker. Het is heel gek om nu van achter mijn computer aan het werk te zijn in mijn tuin, in een tuinhuisje. Zeker een hele andere omgeving. Ja. Nou, we zullen straks over doorpraten wat je allemaal hebt gezien en meegemaakt op Lesbos. Ik ga nu even naar Ingrid van Stichting Woon. Hè, de plek waar Amsterdamse huurders terecht kunnen over problemen met onderhoud of als ze niet goed kunnen communiceren met hun huisbaas. Ingrid, hoe zit het nu met huurders? Krijgen jullie veel bezorgde telefoontjes in deze coronatijden? Ja, nou ja, we krijgen natuurlijk vooral veel telefoontjes, want ook wij hebben onze spreekuren dicht gedaan. Normaal gesproken werken wij met spreekuren op onze kantoren, waar mensen gewoon binnen kunnen komen. En we gaan ook op huisbezoeken. Nou, dat kunnen we op dit moment niet doen, of tenminste, we doen het misschien in hele uitzonderlijke gevallen. Als er ergens iets helemaal escaleert, maar dat is nog niet gebeurd. Dus ja, wij werken vooral vanaf de telefoon en wij hebben de laatste tijd, ik moet zeggen, het was in het begin wel wat rustiger. Mensen hadden natuurlijk ook allemaal andere dingen aan hun hoofd, maar we worden toch geregeld gebeld ook met mensen die vragen hebben die met de coronacrisis te maken hebben. Ja, dat klopt. En wat kunnen jullie dan voor die mensen doen? Ik bedoel, stel ik ben een ZZP'er en ik bel jullie omdat mijn inkomen direct is stopgezet. En ik bel je en ik zeg, ja, ik kan mijn huur niet meer betalen. Ja, wat moet ik nou? Wat zeg je dan tegen zo iemand? Nou, wij zeggen in ieder geval, hou je huisbaas je verhuurder goed op de hoogte. Zodat hij weet wat er bij jou aan de hand is. En daar misschien ook wel begrip voor heeft. Ik bedoel, iedereen, hè, veel mensen zitten nu toch in hetzelfde schuitje. En er is veel aandacht voor het probleem. We zijn ook heel blij dat vorige week donderdag de verhuurdersorganisaties en de minister afspraken hebben gemaakt om geen huisuitzettingen in gang te zetten wegens huurachterstanden. En om ook maatwerk te bieden aan huurders die in de problemen zitten. Dus wij zeggen van, nou, heb contact met je verhuurder, zodat die weet wat er speelt. Zodat die, en wijs hem ook op die overeenkomst, als ze het toch moeilijk zouden gaan doen. Dus wijs je verhuurder dan op die afspraken die de minister heeft gemaakt. De minister heeft zelfs gezegd, als mij toch signalen bereiken dat verhuurders zich daar niet aan houden, dan kan ik zelfs met wetgeving komen met een echt verbod op huisuitzettingen. Maar zover is het nu nog niet. Wij hebben nu daar gelukkig ook nog geen signalen van. Maar ik zeg wel tegen mensen, als je dat hoort, als je dat hebt, laat mensen ons bellen of laat ze de Woonbond bellen. Zodat we die kunnen gaan verzamelen en dat ook aan de minister kunnen melden. Ja, en de minister Stientje van Veldhoven kwam afgelopen donderdag met die steunmaatregelen. Andere stop met de huisuitzettingen en ook betalingsregelingen die moeten worden getroffen als mensen de huur niet kunnen betalen. Hoe reageren huurders hierop? Als jullie telefoontjes krijgen, zien zij dit als goed nieuws of wantrouwen of zijn ze in paniek?
Wat komt er over bij jou? Nou ja, vorige week, hè, voordat we wisten van die maatregelen, waren mensen echt wel in paniek. En we hebben ook wel een paar mensen geholpen met het schrijven van een brief, zodat het ook zwart op wit ligt. Hè. Dat is ook altijd heel belangrijk, dat je niet alleen maar mondeling communiceert, maar probeert ook wat zwart op wit te zetten, dat je dat dit speelt. Ja, dit stelt mensen natuurlijk wel gerust. Dat, alleen, ja, mensen blijven natuurlijk, het blijft natuurlijk spannend. Je weet niet hoe het verder gaat. We weten ook allemaal niet hoe lang dit gaat duren. Het duurt nu weer wat langer dan eerst aangekondigd. Dus als je in de horeca werkt of een andere sector die stil ligt, ja, dan heb je nu nog misschien wel even geen inkomen, omdat allerlei uitkeringen die gaan gelden nog niet geregeld zijn. En dan maak je natuurlijk gewoon grote zorgen. Dus ja, wij proberen mensen gerust te stellen en we kunnen ze ook eventueel helpen met de correspondentie of het contact als ze er echt niet uitkomen. Ja, dus ook toch nog wel best wat onzekerheid over wat de toekomst nou gaat laten zien. En kun je een voorbeeld geven over een telefoontje of een vraag wat je de afgelopen tijd binnenkreeg? Heeft dat bijvoorbeeld veel te maken met die huisuitzettingen of de tijdelijke huurcontracten? Zijn het veel studenten? Wie belt er nu? Nou, we merken dat vooral rondom tijdelijke huurcontracten zijn er eigenlijk veel vragen gekomen. We weten allemaal dat kan sinds een paar jaar. Eerst een huurcontract voor 1 jaar, dat kan je nog verlengen tot 2 jaar. En mensen met die contracten die nu aflopen of die bijvoorbeeld in mei aflopen, die maken zich grote zorgen. Ze weten niet goed hoe ze nu naar andere woonruimte moeten zoeken. Bezichtigingen zijn lastig en en als je contract dan nu afloopt, dan denk je, ja, wat nu? Dan is er ook echt wel sprake van paniek. Daarvoor is dus die spoedwetgeving die de minister heeft aangekondigd heel belangrijk. Want ze heeft ook gezegd van, nou, ik kom binnenkort, we hebben hem nog niet gezien, maar ik kom met een wet waarin ik zeg van, nou, die tijdelijke contracten die dus vanzelf zouden aflopen in april of in misschien ook wel in mei, die gaan automatisch verlengd worden voor nog een tijdelijke periode, zodat mensen voorlopig gewoon kunnen blijven wonen waar ze wonen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. We hebben ook nog wel een aantal andere situaties van mensen die een tijdelijk contract hebben en die er tussentijds van af willen. Dat kan natuurlijk ook weer complicaties geven als je bijvoorbeeld hier studeert en je wil nu eigenlijk liever terug naar het land waar je ouders wonen. Dat speelt ook. Ja, en met die tijdelijke huurcontracten, daar komen nog meer maatregelen aan. Hoe reageren mensen daar zelf op? Want het is dus een beetje duidelijk, maar nog niet helemaal. En die mensen die vinden dat misschien nu oké, maar ja, hoe lang houden zij dit dan vol? Ja, mensen willen natuurlijk meer weten. Dus wat wij nu doen is van ja, we zullen ze op de hoogte houden als wij meer weten. Want nu weten we ook niet meer dan dat de minister heeft gezegd, ik kom met spoedwetgeving. Maar hoe die er precies uit gaat zien, dat weten we natuurlijk niet. Dus wij houden contact met de mensen die in die situatie zitten. En we geven ze weer een update als wij op de hoogte zijn. Dus daar kan ik nu ook nog niet zo heel veel over zeggen. Kijk, alle geruststellingen die we kunnen geven, zullen we doen. En dat helpt natuurlijk altijd weer een klein beetje. Maar niemand weet nu nog hoe lang dit gaat duren. Ja, is toch nog even afwachten. En als Stichting Woon, je zei al, normaal hebben jullie een spreekuur. Hè? Mensen komen bij jullie langs. Of jullie doen ook woonbezoeken. Al heel lang. En wat mensen misschien vergeten is dat veel Amsterdammers wonen ook in hele kleine woningen. Kleine appartementjes hebben soms last van achterstallig onderhoud, schimmel, vocht. Blijkbaar heeft een kwart van de Amsterdammers last van schimmel en vocht. Dat is best wel veel. Hebben jullie op dit moment contact met die mensen die eigenlijk al voor deze coronacrisis in toch wel een schrijnende situatie zitten? En dan komt dit er nog bovenop en maakt het alleen maar erger. Ja, wij merken, we krijgen daar natuurlijk telefoontjes op. Ook mensen bij wie werkzaamheden al waren gestart, maar nu even stil liggen. We merken ook wel dat mensen begrip hebben voor de situatie, dat nu sommige dingen even niet doorgaan. Mensen willen zelf ook wel graag het contact beperkt houden en willen voorzichtig zijn. En de corporaties hebben in ieder geval gelukkig gezegd van echte spoedreparaties, dus waar het nu acuut heel erg lekt, daar komen we gewoon. Ook dingen dat mensen echt niet goed kunnen wonen of niet veilig kunnen wonen, dat doen we gewoon. Maar ook zij moeten natuurlijk hun personeel beschermen en daar is wel begrip voor, ook bij huurders, dat aan de hand is. Maar goed, mocht het ergens echt niet gezond, niet veilig zijn, dan moeten mensen natuurlijk vooral aan de bel trekken. En ook dan zeg ik van,
komt het niet goed, ja, laat het ons weten. En dan proberen wij toch ook wel te bemiddelen met die verhuurder. Ja, en jij noemt net die spoedmaatregelen, dus spoedonderhoud. Wat houdt het precies in? Dus stel, ik heb gewoon last van schimmel in mijn huis, het stinkt, ik voel me daar wel niet zo fijn bij. Is dat spoedonderhoud of niet? Nou, kijk, schimmel is iets wat meestal al wel een tijdje aan de gang is. Het zal denk ik aan de ernst liggen of dat opeens als spoedonderhoud wordt gezien. Ik schat in nu misschien nog niet. Ik denk dat het eerder gaat om als er echt lekkage is. Het is nu gelukkig droog, dus dan hebben we dat veel minder. Maar stel, we krijgen weer een regenperiode. Ja, dan krijg je toch dat er ergens lekkage kan ontstaan. En dat het water gewoon langs de muren gaat lopen. Nou, dat soort dingen moet natuurlijk onmiddellijk verholpen worden. Dat zal ook gelden bij deuren die niet meer open gaan. Hè, dat gebeurt gewoon ook. Deuropeners die kapot gaan, ruiten die kapot gaan. Dat soort maatregelen moet natuurlijk acuut wat aan gedaan worden. Dus er zal helaas vaker ook wel een grijs gebied kunnen zijn bij dit soort kwesties. Blijf in gesprek en hou ons erbij als je er niet uitkomt. En er kwam ook nog afgelopen tijd, waren de lode leidingen in Amsterdam ook nog in het nieuws. Hoe zit het daarmee, weet je dat? Wij zijn er ook bij betrokken bij een aantal van die projecten waar ze vervangen gaan worden. Dat werk gaat door op het moment dat dat veilig kan. Het uitgangspunt is wel om dat zo min mogelijk of niet te doen bij mensen zeg maar, van de leeftijd ongeveer 70 plus. Omdat dat toch een grotere risicogroep is als mensen ziek worden. En om ook eigenlijk alleen maar te werken daar waar het beperkt kan blijven tot ruimtes waar mensen niet wonen. Dus bijvoorbeeld, hè, vaak zit het in de hal. Ja, in de hal zou je natuurlijk gewoon prima kunnen werken zonder dat je één op één contact hoeft te hebben met bewoners. In andere ruimtes doen de corporaties het nu in principe niet. Wij hebben daar ook in zekere zin wel nu begrip voor dat zo is. En dat geldt ook wel voor de bewoners. Het is wel heel vervelend, want het is natuurlijk de ene ongezonde situatie afwegen tegen de andere ongezonde situatie. Ja, en even de laatste vraag voordat ik naar Karin ga. Jij zegt, mensen hebben nu best wel begrip. Dat is natuurlijk op dit moment, ze weten niet zo goed hoe lang het duurt. Hoe kijk jij naar de komende tijd? Denk jij dat jullie veel meer vragen krijgen? Denk je dat begrip van de mensen opeens wegvalt? Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik denk wel. Kijk, we weten nu dat het in ieder geval tot eind april gaat duren. Dus dat is nog een hele maand. En dat zal betekenen dat alle organisaties ook weer gaan heroverwegen. Wat gaan we doen? Hè? Ik weet ook van de woningcorporaties dat ze bijna dagelijks overleg hebben intern. Wij hebben vanmiddag bij Woon ook weer een overleg intern om te kijken wat doen we. Met spreekuren gaan we toch open, bijvoorbeeld met schermen voor balies. Gaan we toch wat vaker huisbezoeken doen dan alleen in extreme noodsituaties. Hoe gaan we mensen helpen die op zoek zijn naar een andere woning? Hè? Want Woningnet gaat ook gewoon door met zijn eigen aanbod. Dus dat soort afwegingen zal elke organisatie maken. En misschien dat er wat meer mogelijk wordt. En dat hoop ik eigenlijk wel wat betreft onderhoudsklachten die je kan verhelpen zonder dat er... En zonder dat je in elkaars nabijheid hoeft te zijn van die anderhalve meter die gewoon geldt. Kijk, daar moeten mensen zich gewoon aan houden. Dat is ook heel belangrijk dat dat blijft kunnen, denk ik. Ja, nou laten we hopen dat er binnenkort inderdaad meer mogelijk is. En voor nu, huurders in de knel kunnen terecht bij Stichting Woon. Ik schakel even over naar Karin. Naar een onderwerp hè, wat iets verder van ons af ligt, maar zeker niet minder belangrijk is, want jij als Amsterdammer houdt je ook bezig, of heb je bezig gehouden met de coronacrisis, maar dan in een hele andere regio, namelijk Kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. En veel kijkers en luisteraars zullen vast wel wat berichten hebben zien voorbij komen de afgelopen tijd, of misschien al veel eerder, want die crisis daar in het vluchtelingenkamp speelt natuurlijk al sinds 2015, hè, waar overvolle kampen van meer dan 20.000 mensen zitten, terwijl daar ruimte is voor 3.000 mensen. Mensen zitten vast, slechte hygiëne. Dat klinkt als een enorm giftige cocktail voor een groot besmettingsgevaar. Karin, jij hebt daar afgelopen half jaar gezeten. Jij bent net terug. Kun je ons heel veel meenemen, even een beeld geven voor de mensen die daar niet zijn geweest, zoals ik? Wat zie je daar? Hoe is de situatie daar nu?
Ja, wat je zelf al zegt, er is eigenlijk al jarenlang een crisis gaande op Lesbos, in Kamp Moria. Ook op de andere Griekse eilanden speelt dit. En in Moria, nou wat je zei, 20.000 mensen in een kamp voor 3.000 mensen. Dat zijn heel veel mensen op een heel klein oppervlak. En dan moet je je voorstellen dat er eigenlijk gebrek is aan alles wat je kan bedenken. Dus mensen wonen veelal in kleine zelfgebouwde hutjes. Hebben vaak geen stromend water, geen elektriciteit. Overal ligt vuilnis. Is enorm gebrek aan sanitaire voorzieningen, aan medische zorg. Heel veel kinderen, 40% van de bewoners in het kamp zijn kinderen. Enorm gebrek ook aan educatie. En mensen worden daar vastgehouden in die hele slechte omstandigheden en kunnen eigenlijk alleen maar wachten. En zij mogen verder helemaal niks doen. En zitten daar wel vaak langer dan een jaar te wachten op de uitslag van hun asielprocedure. Nou, en binnen die hele slechte omstandigheden die oorzaak zijn van dat anti-migratiebeleid van Europa, daarbovenop komt nu ook de coronacrisis. Ja, dus je vertelt over mensen die eigenlijk al veel langer in een toch wat uitzichtloze situatie zitten en dan komt die crisis erbovenop. Hoe reageren de mensen daarop die jij hebt gesproken? Wat zeggen ze hierover? Hoe voelen ze zich? Ja, mensen zijn natuurlijk enorm angstig hierover. Zij krijgen natuurlijk ook gewoon het nieuws mee, weten wat er speelt in de wereld en zijn zich heel erg bewust van de omstandigheden waar zij in zitten. Dus zijn enorm angstig daarvoor. En je moet je voorstellen, als je in Moria woont, dan kan je je echt helemaal niet wapenen tegen corona. En je kan niet binnenblijven, je kan niet je handen wassen. En in sommige gebieden in het kamp is er bijvoorbeeld maar één kraan op 1300 mensen. Je hebt niet dus zomaar stromend water, je kan zeker niet 1,5 meter afstand houden. Dus je kan niks doen tegen het virus. En dat is natuurlijk een enorm angstig gevoel dat je helemaal afhankelijk bent van anderen hierin. Een voorbeeld is, afgelopen week sprak ik met een van onze vertalers die in het kamp woont. En zij woont met haar ouders en haar zus in het kamp. Zit dus op echt 2 vierkante meter met elkaar. En haar ouders zijn allebei zwaar astmatisch. En dat is zo'n angstige situatie dat je weet dat je familie zo kwetsbaar is en dat je daar dus niks tegen kan doen. Ja, dat klinkt heel heftig. We hebben het hier in het gesprek ook over die coronacrisis. Is er al iemand besmet op Moria? Nee, binnen het kamp zijn nog geen besmettingen. Op Lesbos, het eiland, wel. Maar het is meer een kwestie van wanneer het gaat gebeuren dan de vraag of het gaat gebeuren. Er zijn wel allerlei restricties op het eiland natuurlijk ook gaande. Maar de kans dat het virus in het kamp komt, dat is eigenlijk alleen maar wachten tot wanneer dat gaat gebeuren. Maar het virus is er nog niet, dus er kan nu ook nog actie ondernomen worden. En wordt het überhaupt getest? Dus stel, ik zit in dat kamp en ik heb last of ik heb koorts of ik voel me benauwd. Kan ik me dan ergens laten testen of word ik dan geholpen? Nee, in het kamp zelf wordt niet getest. Op het eiland natuurlijk wel. Dus als er als je echt heel ziek bent en wordt verdacht van corona, dan kan je naar het ziekenhuis gebracht worden en dan kan er wel getest worden. Oké, maar het kan dus ook zijn dat je daar rondloopt met misschien wat mildere klachten en niet aanklopt bij een medische instantie of wel aanklopt en zij zegt van nou wacht maar even. En dat dan misschien eigenlijk iemand is die al besmet is. Zeker, ja. Ja. Dus we zeggen net van er is eigenlijk niemand besmet, maar het kan best dat het al gaande is en dat het zich misschien al aan het verspreiden is. Ja, dat zou kunnen, maar het is wel waarschijnlijk dat corona nog niet in het kamp is, omdat onze artsen ook nog niet mensen zien met specifieke klachten vanuit corona. Kijk, als corona het kamp binnenkomt, dat is volstrekt niet te controleren. Dus dat virus zal als een lopend vuurtje rondgaan.
En mensen, door de omstandigheden waarin zij zitten, zijn al enorm kwetsbaar. Hun weerstand is al veel lager dan die van ons. Dus als corona in het kamp is, dan is het wel heel waarschijnlijk dat onze artsen echt in heel korte tijd heel veel mensen zullen zien met hele zware klachten. Ja, hey, en dit klinken als enorm grote problemen die je niet zomaar eventjes oplost. Wat draag jij bij daar? Wat kan je nou als individu daar doen? Hoe help jij mensen? Nou ja, ik werk voor Stichting Bootvluchteling. Waar wij op dit moment nog een aantal medici hebben die daar zoveel mogelijk hulp proberen te leveren. Wat je zelf als Amsterdammer of als Nederlander kan doen, is laat je vooral horen tegen deze situatie. Spreek je bezorgdheid uit, deel met je omgeving wat er hier aan de hand is. Laten we met z'n allen proberen zoveel mogelijk druk uit te oefenen om deze situatie te veranderen. Want we stevenen echt af op een ramp. Het is echt ongekend wat er kan gebeuren als corona in het kamp komt. Overal hier in Europa is natuurlijk nu de situatie nijpend. Maar het is echt heel belangrijk dat we deze mensen niet vergeten. Ja, en je zegt Amsterdammers kunnen zelf ook wat doen, bewust worden. Volgens mij gaan er ook allerlei petities rond onder hashtag SOS Moria. Dat is ook nog iets om naar te kijken. Ik vroeg net naar wat kan jij nou als individu doen, maar wat vind je wat er op grote schaal moet worden gebeuren? Hoe kan zo'n humanitaire ramp dan voorkomen worden? Ja, eigenlijk de enige echte oplossing is dat mensen uit Moria worden geëvacueerd en dat Europese landen mensen gaan opnemen. Dat hebben ze in 2016 ook al beloofd. Geen één land is die afspraak nagekomen. Maar op dit moment moet echt die verantwoordelijkheid worden genomen. En juist omdat er nu nog geen corona in het kamp is, kunnen mensen nu nog opgenomen worden. We hebben ook zeker afgelopen weken gezien hoe snel er in deze tijden gehandeld kan worden. Corona gaat niet gecontroleerd worden wanneer het in het kamp komt. Dus de enige oplossing is dat Europa zijn verantwoordelijkheid neemt en mensen gaat opnemen. Ja, maar is dat dan wel realistisch als ze dat tot nu toe sinds 2015 eigenlijk helemaal niet hebben gedaan? Is het dan niet beter om te kijken naar de medische faciliteiten daar versterken of meer beademingsapparatuur, minder mensen op een vierkante meter in plaats heel erg in te zetten op die evacuatie naar Europa? Nou, er wordt natuurlijk op de grond zoveel mogelijk gekeken naar wat kan er verbeterd worden en welke structuren kunnen opgezet worden. Dat gebeurt absoluut. Maar als het virus in het kamp komt, dan zal de zorg echt volstrekt ontoereikend zijn. In die zin blijft de enige oplossing die evacuatie. En je ziet nu wel dat steeds meer landen in Europa openstaan om mensen op te nemen. Dus ik denk dat er is wel degelijk beweging. Ook omdat we weten dat het echt zo'n grote ramp kan worden. Er moet gewoon nu echt gehandeld worden. Ja, ook nieuws hoorden we over gemeentes, ook Nederlandse gemeentes, die zeiden van nou, wij willen wel kinderen opnemen. Het is natuurlijk iets anders dan lidstaten zelf die daar enthousiast over zijn. Ik ben benieuwd hoe dat, waar dat op gaat uitlopen. En ga jij binnenkort nog terug? Kan je daar überhaupt nog naartoe? Ik ga terug zodra het weer kan. Op dit moment zijn er natuurlijk allerlei reisrestricties. Dus nu kan ik niet naar Lesbos. Maar zodra het weer mogelijk is, zal ik daar weer heen gaan om onze projecten weer verder op te starten. Nou, voor nu alvast veel succes en dank voor dit verhaal. We gaan zo afsluiten, maar ik wil nog heel veel terug naar jullie beiden. Om nog even te vragen van wat is nou één ding wat jullie nog willen meegeven aan Amsterdammers? Ingrid, begin ik even aan jou voor de Amsterdamse huurders. Wat geef jij hun nog mee? Nou, om te beginnen, blijf zelf gezond. Hou je aan de adviezen van de overheid en blijf een beetje op je buren letten. Vertel hen ook dit waar we het nu over hebben gehad. Want niet iedereen kijkt misschien. En het is toch belangrijk dat mensen hun zorgen gewoon delen met de verhuurder als je zorgen maakt over de huur. En kom je er niet uit, praat erover met ons, met andere hulporganisaties. Want gelukkig komt er heel veel op gang.
Deel je zorgen. Ja, dank Ingrid. Ja. En jij, Kai? Ik zou vooral willen zeggen, laten we veel solidariteit met elkaar hebben hier in de stad. Maar laten we zeker ook niet andere mensen vergeten. In dit geval de vluchtelingen die in de kampen zitten, die ook echt heel hard onze solidariteit nodig hebben. Dank jullie wel. Dit was het voor nu, maar we gaan ongetwijfeld binnenkort meer horen over deze beide onderwerpen, de vluchtelingen en ook de Amsterdamse huurders. Heel erg bedankt Karin en Ingrid. Fijne dag.